Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven België en het noorden van Frankrijk. Die drijven geleidelijk aan onze kant op. Maar de zon die schijnt vanochtend ook geregeld. Al komt de komende uren nog mist voor plaatselijk, vooral in het oosten en midden van het land. Maar de mist lost geleidelijk aan op. En vanmiddag hebben we een afwisseling van zon en wolken. En lokaal kan een enkele bui ontstaan. Het wordt 14 tot 16 graden en er staat weinig wind. De wind draait geleidelijk aan naar het noorden, maar er staat niet meer dan windkracht 3. Vanavond blijft het nagenoeg droog, zijn opklaringen en de temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. En morgen hebben we ook een licht wisselvallige dag. Het blijft op veel plaatsen droog en de zon schijnt geregeld, maar op een enkele plaats kan ook een bui ontstaan. En het is opnieuw vrij zacht met temperaturen van 15 tot 16 graden. Vrijdag is een dag met veel bewolking en ook van tijd tot tijd regen of motregen. De temperatuur gaat iets dalen naar 13 tot 14 graden. Van het weekend is het ronduit wisselvallig met een stevige westelijke wind. Zon, wolken en buien wisselen elkaar dan af en de temperatuur gaat naar beneden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.nl.